Dit zijn de Oranje Bijbelbazen. En hier zijn de Groene Bijbelbazen. Zij strijden om de Bijbelbazenprijs. Om die te winnen gaan ze terug in de tijd, moeten ze hun tekenkunst ontdekken en lef tonen. Wie zal deze prijs winnen? Dit is de Bijbelbazenbattle. Hey Superkids, te gek dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Bijbelbazen Battle. Vorige week zagen we al dat Team Oranje had gewonnen. En daarmee lopen jullie op dit moment voor. Wow. En we gaan deze week kijken wie gaat er winnen, Team Oranje of Team Groen. Hoe spannend zal het weer zijn? Welkom Femke en Willemijn namens Team Oranje, Pieter en Jochem, Team Groen. We zijn er klaar voor. Hey, waar ik wel eventjes benieuwd naar werd, hè? Vorige week hebben we voor het eerst deze quiz gespeeld. Waar werd jij nou het meest blij van, Willemijn? Dat we wonnen natuurlijk. Dat je won natuurlijk. Ja, hoe kan ik die vraag nou stellen? Jochem, had jij ook nog iets waarvan je dacht, maar dit vond ik wel heel leuk? Het schaap tekenen. Het schaap tekenen, daar had jij heel veel plezier mee. Dat vond je een leuke ronde. Nou, leuk om te horen. Welkom in elk geval bij de Bijbelbazen Battle. En we gaan eens even naar ronde 1. In de vlog van vroeger krijgen jullie een filmpje te zien en jullie moeten gaan raden over welk Bijbelverhaal het gaat. Zodra je zeker weet dat je het goede antwoord hebt, dan druk je op de knop. Maar je mag maar één keer drukken. Dus heb je het antwoord fout, dan gaan we verder de vlog afkijken en dan mag het andere team verder gaan noemen om welk Bijbelverhaal het gaat. Laten we met elkaar gaan kijken. Hey, goedemorgen, Hans hier. Kijk eens even waar ik sta. Dit, jongens, is een kerk. Een echte ouderwetse kerk. Oké, je herkent het misschien niet, want doorbreken zit niet in zo'n gebouw. Maar dit is een ouderwetse. En de kerk noemen ze ook wel het Huis van God. Dat is een mooie naam. En vroeger werd die naam ook al aan de tempel gegeven in de tijd van de Bijbel. Nou, in dit verhaal waar ik het vandaag met je over wil hebben, was er iemand in die tempel, in het Huis van God. En dat was een jong iemand. Ik denk een jaar of 12 ongeveer. En die zat te praten met allemaal geleerde mensen. En allemaal moeilijke vragen te stellen. En die geleerde mensen dachten ook, wat is dat voor een slimme jongen? Oké, er is gedrukt. Team Groen denkt het antwoord te weten. Jochem. Hij had het goed. Jezus die in de tempel kwam. Jezus die in de tempel kwam. Nou, inderdaad. Dit is het verhaal dat Jezus naar de tempel ging. Hartstikke goed gedaan, Jochem. Dat betekent dat de eerste punt is verdiend door Team Groen. Geef ze een groot applaus. We gaan door naar ronde 2, de beeldenbende. Jullie zien allebei een bord met kaarten voor je. En we hebben net ontdekt dat het Bijbelverhaal over Jezus in de tempel ging. Het is nu aan jullie om de afbeeldingen in de goede volgorde te zetten. Nou, bij deze opdracht kan je 5 punten verdienen. Namelijk per plaatje wat goed staat. Maar ook het snelste team krijgt nog een punt. Ik ga aftellen en dan mogen jullie ze in de goede volgorde zetten. In 3, 2, 1. Ze zijn al druk aan het overleggen. Wat is de goede volgorde? Dat is deze. Jezus. Ja. En dan is het aangesproken. En dan hebben ze hem gevonden. Als je mee zit te kijken, dan lijkt het altijd makkelijker dan dat je in een team zit. Hè? Hoe gaat het dan? Klopt het? Nee, zo. Of niet? Team Groen is als eerste. Ja, we houden het maar even zo. Ja, ingewikkeld. Ja, de plaatjes zijn altijd ingewikkelder. Wil je eens me vertellen hoe het Bijbelverhaal volgens jullie verloopt? Jozef en Maria vragen aan allerlei mensen, heb je Jezus gezien? Want ze zijn hem kwijt. Ja. Jezus blijkt in de tempel te zijn en die praat met heel veel slimme mensen in de tempel. Jozef en Maria vinden hem en ze zijn boos op hem, maar... uiteindelijk zijn ze dus blij dat ze hem gevonden hebben. En geloven ze dat inderdaad Jezus in de tempel moest zijn. Want hij zei, dit is het huis van mijn vader. Ja, ik snap het verhaal. Je maakt er een mooi verhaal van. Femke, wat is jullie Bijbelverhaal? Nou, natuurlijk ook dat hij al eerst aan het praten was. Hij was al aan het praten voordat ze hem kwijtraakten. Oh, ja. Okay. Willemijn? En, ja. Nou,
Ik vond jullie een regel. Eigenlijk is er overal iets van te maken. Ik zal vertellen. Het was eigenlijk zo. Ze gingen met een hele grote groep op bezoek naar de tempel. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment toen raakte Jezus kwijt. En je ziet hier ook, hè, Jozef is aan het zoeken. Die houdt zijn hand zo voor de ogen. Jezus die was in de tempel aan het leren van wat wordt allemaal geleerd. Maar goed, Jozef en Maria werden ook wel een klein beetje boos op Jezus. Hè? Van, ja, waar was je nou en waar raakte je kwijt? En Jezus zegt, ik was in de tempel. Maar dat betekent dat jullie geen punten hebben. Wij hebben deze eventjes twee. Bij jullie kijken. Deze moet veranderd worden ten opzichte van deze. Dat betekent dat jullie twee punten hebben. Dus dat betekent twee punten voor Team Oranje. Geef ze een groot applaus. En dat wij het eerste waren. En jullie waren het eerste. Ja, dat wil je. Maar je hebt geen punten. Nee, dat is ook weer wat, hè? Het is een ingewikkeld spel, jongens. Het is een ingewikkeld spel. Het Bijbelverhaal gaat over Jezus in de tempel. En Jezus die werd er heel erg blij van om bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Hij onderwees mensen die al ouder waren dan hem. En hij had niet eens door dat zijn ouders weg waren. Hij was bezig met datgene wat hij leuk vond, maar waarvan hij ook wist dat dat zijn roeping was. Nou, en wat is dat nou bij jou? Waar word jij blij van? Ik hoop dat jullie een beetje blij worden van tekenen. Want het is tijd voor ronde 3, tekentijd. Allebei de teams hebben een iPad voor zich. En zometeen gaat één van de teamleden op mijn instructies iets tekenen. En ze gaan zo snel mogelijk raden wat het dan is wat ik aan het uitleggen ben. Nou, als je denkt wat het is, dan schrijf je het eronder. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Begin eens even rechtsbovenaan in je scherm. En maak eens een hele lange U. Een lange U wil ik dat je maakt. En dan maak je daarboven een soort van half rondje. Hè? Dat het mooi. Ja, dus het is eigenlijk een ovaal, inderdaad. Ja. En maak nou eens precies nog zo'n figuurtje daarnaast, links ervan. Inderdaad, we waren rechtsbovenin aan het tekenen. Dus links van het ovaal maak je dan nog een ovaal. Onder die twee ovalen komt een grote ronde cirkel. Een grote ronde cirkel. Dit worden twee totaal verschillende plaatjes, jongens. Oké, in die grote ronde cirkel die je net gemaakt hebt, ga je links en rechts in het midden een klein rondje tekenen. Ja. Oké. Nu hebben we het nog nodig dat jullie zijn nog steeds rechts aan het tekenen. Links komt er ook weer een ovaal, maar een horizontaal ovaal. Die komt vast aan het grote ronde rondje wat je net hebt gemaakt. Ronde rondje, hè? Ja, je had dat grote rode ronde rondje onder die twee ovalen gemaakt. En dan inderdaad, dan komt er iets groots aan vast. Ja, oh, echt. Hebben wij het oranje? Ik weet niet waar het heen gaat, hoor. Groen, ik ook echt, niet. Ik ben maar, ik weet ook niet of je gaat, ik weet niet of je gaat ontdekken wat okay. Dit wordt. Gok alsnog tijd gaat hard. Onder dat grote horizontale ovaal, daar komen aan beide kanten twee kleine U's. Het staat ergens op, hè? En we hebben nog 10 seconden, dus ik wil dat jullie nu gaan bedenken, wat gaat het worden? En nog 5 seconden, nog 4, wat wordt het? 3, 2, 1, 0. Jullie zijn allebei klaar. Ik weet niet wat we eigenlijk hebben. Kijk, dit is een soort van tempo-ingang. En ik heb mis. Dus ik veel. Hey? Ik snap wel dat jullie tempo opschrijven. Okay. Ja. Maar eigenlijk was het een ezel. Wat ik dacht. Er zijn deze ronde geen punten. Helaas. Jammer. We gaan door naar de allesbeslissende ronde. De letterronde nummer 4. Op mijn desk zien jullie een woord. En met dit woord gaat ieder team bepalen hoeveel verschillende woorden je ervan denkt te kunnen maken in 30 seconden. Nou, degene die de meeste woorden denkt te kunnen maken, die gaat starten. En je wint een punt als je het aantal woorden behaalt wat je hebt gezegd. En anders gaat de beurt naar het andere team. Jullie mogen elkaar dus overtreffen. Team Oranje staat op 2 punten, Team Groen op 1. Mm. Maar deze ronde is alles beslissend. Ik ben benieuwd, hoeveel woorden denken jullie van dit woord te kunnen maken? 12. Ja. 12, jullie gaan 12. En meiden, denken jullie, daar gaan we overheen? Of? Ja, 13. Ja, 13. Ja, ze gaan voor 13, oké. En nu is de vraag... 14. 14, ze gaan voor 14. Vorige keer konden ze het ook doen. Gaan we ze het nog een keer laten doen? Of wil jij nu?
Dus ik heb ja, 14? Ja, gaan. Ja, jullie gaan voor 14 woorden in 30 seconden. Sta er klaar voor. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Zeil. Is. Reis. Schap. Gezelschap. Schip. Schep. Ja. Scherp. Ezel. Ja. Gesp. Ja. Les. Les, inderdaad, les. Zo, ja, hartstikke goed. Pas. Nog 5. Vars. Pas. Zijs. 2. Zijs. 1. Nul! Oh, nu op 1 na. Echt waar? Jullie hadden 13. Maar moeten nog kunnen jullie er nog 1 van maken? Ja. Voor de 14. Ja! Ja! Die hadden we Dat betekent 14 punten erbij voor Team Oranje. En dat maakt jullie de winnaar. Goed gedaan. Ik vond het wel knap dat jullie dit weer Heel moedig van jullie allebei. We zijn aangekomen bij het einde van deze aflevering. En de Oranje Bijbelbazen hebben gewonnen. Geef ze een groot applaus. Dat betekent dat het voor Team Groen tijd is voor de Smurriedoes. Het is tijd voor Team Oranje om aan het rad te draaien. Nou, waar zouden jullie nou blij van worden wat tegenstander over zich heen krijgt? Chocola? Denk slag. Ja, je hoort er allebei vies van en gaat er wel stinken. Nou, ja, ik zou zeggen, ga maar draaien aan het rad en dan gaan we kijken wat het wordt. Er wordt een flinke slinger aangegeven. Wordt het chocola? Wordt het brood? Wordt het brood? Wordt het slagroom? En jullie mogen zo kiezen of je gaat het zelf eten. Of het gaat in de smurriedoes. Oh, slagroom. Nou, het is slagroomtaart worden. Nou, ik ga het erbij pakken wat het is. Jullie mogen zelf genieten van een toefje lekkere slagroom. Of zeg je nou, laat dat maar lekker in die smurriedoes over Pieter gegooid worden. Wat wordt het? Dit kleine toefje, dat... We geven het aan hem. Dat geven jullie aan Pieter. Nou, we gaan kijken hoe het bij Pieter over zich heen gaat. Laten we aftellen. En daarna zien we jullie weer volgende week. We gaan aftellen met elkaar. 3, 2, 1. Ah!